SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij SV Urk TV met een verslag van de competitiewedstrijd in de hoofdklasse B tussen Urk en Eendijk. Gespeeld op zaterdag 14 mei 2022. De scheidsrechter is Marco Oosting. Onze pupil van de week is Arie Dirk Weerstand. En vlak voor de wedstrijd werd Jelle de Boer nog gehuldigd vanwege het feit dat hij 250 officiële wedstrijden in het eerste van SV Urk heeft gespeeld. Hier zit u onze pupil van de week, richting de doelman van Eendijk. En dan als laatste wil ik u nog melden dat assistent scheidsrechter Johnny van Eijden vandaag zijn laatste wedstrijd als assistent in het amateurvoetbal vlagde. En hier gelijk in het begin een gevaarlijke uitval van Eendijk. Gelukkig voor Urk goed afloopt. Het is hier Ieder natuurlijk. Die paast dan weer verkeerd in. Is het toch over de rechterkant weer Eendijk. De bal uiteindelijk terecht bij de nummer 7 van Eendijk. En dat is Jesper van Dalen. Maar zijn schot wordt gered door Richard Strijker. Levert de ploeg uit Eendijk hoekschop op. Maar daar komt geen kans uit voort. Een snelle spelervatting van Richard Strijker. Naar de rechterkant naar Lucas Schraal. Die wordt gestopt door de verdediger van Eendijk. Dat is Michel Goossensen. Goed, het begin van de wedstrijd was duidelijk voor Urk. Maar na een kwartiertje nam Eendijk toch het initiatief over. En hier weer een vreselijk gevaarlijke aanval van Eendijk. Is nummer 17, Jeffrey van der Dikkenburg. Maar die stuit opnieuw op Richard Strijker. Dus kan Urk rustig uit gaan verdedigen. Verre uitgooi van Eendijk. En lijkt Urk hier op te kunnen lossen. Kleept Eendijk een strafschop na een overtreding van Rikkelt-Jan Brands. Op een speler van Eendijk. Scheidsrechter Mark Oosten wilde er niks van weten. Een verre ingooi. Een voorzet. Opgevangen. En dan is het Michel Goossensen, buitenkantje rechts. Die Richard Strijker kansloos laat. En staat de ploeg uit Eendijk op een 0-1 voorsprong. En dan hebben we 25 minuten gespeeld. De Nijntjes. Is het Lucas Nagel. Dat is een bal precies ertussen. Dus twee Urker spelers die twijfelen. En dan kan Eendijk er weer razendsnel uit via de rechterkant. Maar het schot van Sam ter Burg wordt simpel opgevangen door Richard Strijker. Meeste gevaar dus inderdaad van de ploeg uit Eendijk. Hier opnieuw Jesse van Dalen. Naar de rechterkant. Hij zit met heel veel moeite dat Urk kan zorgen dat Jesper van Dalen niet hard uit kan halen. Lucas Tol. Rikkelt-Jan Brands. Dan komt er een voorzet van Rikkelt-Jan Brands. En dan is het Lucas Schraal. Maar die staat net iets te ver bij de tweede paal om deze kopbal binnen de palen te kop. Lucas Nagel. Dus op de rechterkant aan Lucas Schraal. Maar die dermate goed verdedigd dat hij weer terug moet, dan de bal verliest. En dan is het op de linkerkant Argent Selemi die door kan. En op het allerlaatste moment is het dezelfde Lucas Schraal die de bal achtertikt. Corner voor Eendijk. Weggewerkt door Lucas Nagel. Richting dezelfde Lucas Schraal. Nogmaals Lucas Schraal, maar het wilde in de eerste helft absoluut niet lukken bij Urk. De rechterkant en dan is het uiteindelijk Benny Dunnek die het gevaar voor Urk kan bezweren en een hoekschop weg moet geven. Johannes Schrijver die de
bal opvangt. Tot nu richting Lucas Schraal. De verdediger is hem te snel af. En is het laatste gevaar voor de rust. Gaan we de rust in met een 0-1 voorsprong voor Eemdijk. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Goed, aan de tweede helft. Trainer Gert-Jan Kassen nam geen halve maatregelen. Wisselde vier man in de rust. Klaas Kramer, William de Boer, Jelle de Boer en Pieter Brands kwamen in het veld. En die zagen deze eerste gevaarlijke situatie voor het doel van Richard Strijker. Maar gelukkig voor Urk bleef het bij de 0-1. Urk begon wel wat energieker aan de tweede helft. Zat er wat feller op, speelde wat directer. Maar moest gewoon ontzettend uitkijken voor gevaarlijke uitvallen van Eemdijk zoals deze hier, waarin de spits dus nummer 17, dat is Jeffrey van de Dikkenberg, een teenlengte te kort komt om de bal achter Richard Strijker te tikken. William de Boer, een van de ingevallen, hier een overtreding op hem gemaakt. Dat is Johannes Schrijver die zich belast met de vrije trap, voorgebracht. Dan is het William de Boer die een uithaal in gedacht had, maar een redding wordt op het laatste moment door een verdediger van Eemdijk. Ieder Nijntjes met de voorzet. Bij de tweede paal op Klaas Kramer, die ook ingevallen was, maar die kopte de bal terug, maar er stond geen Urker. En dan is het uiteindelijk toch wel de scheidsrechter Oosting fluit voor een overtreding die zou zijn gemaakt. Zoals gezegd, iets meer druk van Urk, iets meer overtuiging. Hier is de Nijntjes die de bal voorbrengt. En dan is het William de Boer die net zijn been niet goed achter de bal kan brengen. Is een snoek, maar die staat tegen een overmacht aan. De spelers van Eemdijk. Dus toch William de Boer die tot de voorzet komt. En dan het schot van Jelle de Boer. Wordt nog voor richting veranderd. En levert Urk dus niet meer op aan een hoekschop. William de Boer wordt een overtreding opgemaakt. Gefloten door scheidsrechter Oosting. En is dezelfde William de Boer die zich met die vrije trap gaat belasten. Maar zijn balletje gaat er niet in. Naast het doel van Jeroen de Harder. Doelman van Eemdijk. Begint de tijd toch wel een beetje te dringen voor Urk. Hier claimt Urk een hensbal. Iets gezien door scheidsrechter Oosting. En dan volgt er een vlijmscherpe uitbraak van Eemdijk. Met een lage voorzet. En dan is het een simpel klusje voor Nigel van Zels. Om de bezoekers op een 0-2 voorsprong te brengen. Als je Strijker krijgt, een gele kaart vanwege protesteren. Maar scheidsrechter Oosting is niet van zijn beslissing af te brengen. 0-2 derhalve en dan bijna een onmogelijke taak voor de ploeg van Gert-Jan Kassen om nog iets te doen aan die achterstand. Dus opnieuw Eemdijk. Toch wel genoot van de vrijheid die het kreeg hier een schot. Maar dat is geen probleem voor Richard Strijker. Urk kon bar weinig uitrichten tegen een gedisciplineerd spelende ploeg uit Eemdijk. Hier opnieuw in de aanval gaat. Komt er een voorzet. En dan is het een simpele tikker voor de ingevallen. Kijken Frank Heus. Die de stand in de 90ste minuut en al wat blessuretijd brengt op 0-3. Urk het publiek verlaat teleurgesteld het veld. Urk probeert het nog wel. Opnieuw via Johannes Schrijver en William de Boer. De overtuiging is een beetje weg. En zo wint. Dat kan ik u wel vertellen. En blijkt deze wedstrijd. Scheidsrechter Mark Oosting fluit af. 0-3. Urk blijft koplopen, maar ziet Genemuiden, Volendam en Eemdijk naderen. U kunt als laatste natuurlijk nog luisteren naar de interviews met de beide trainers. De selectie en de technische staf met deze overwinning. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Naast mij Willem Romp, de trainer van Eemdijk. Ja Willem, gefeliciteerd met die overwinning. Ja, heel makkelijk ging het allemaal niet, hè? Nee, maar als je naar de koploper gaat, dan hoef je niet te denken dat je makkelijker midden krijgt, toch?
En met name als ik kijk naar die eerste 12 minuten, toen was Urk duidelijk de bovenliggende partij. En toen maakten jullie gebruik van met name snelheid voorin, hè? Nou, dat niet helemaal, denk ik. Ik denk dat we even moesten zoeken naar hoe zij op het veld stonden. Met die drie aanvallers die dicht bij elkaar spelen en die backs die hoog op het veld staan. Ja, dan weet je gewoon dat zij die ballen vroeg erin gooien, vroeger voorzetten. Ja, en dat is gewoon altijd dreigend. Ik denk inderdaad dat we na 10 minuten, dan hadden we dat goed op orde. En dan denk ik dat wij de wedstrijd wel counterden. In ieder geval in de eerste helft counterden, want die 1 tegen 0. En er waren nog wat meer mogelijkheden, zeker in die eerste helft. Omdat toen de verdediging van Urk, met name door jullie snelheid, nogal verrast werd. Nou ja, we wisten gewoon dat er met name achter de laatste linie van Urk, dat ze daar niet de snelste spelers hebben. En dat we daar wel gevaarlijk mee konden worden. Nou ja, de ballen die de as in gespeeld werden, daar zaten we goed tussen. En we konden daardoor gelijk ook goed de diepte vinden. Ja, ik denk niet dat we het goed doen met hoe we dat uitspelen. Ik denk als we 3-0 in de rust voorstaan, dan denk ik dat goed had gekund. Uiteindelijk een 3-0 winst. Ja, het was ook nodig. Want ja, dat doe je weer mee voor de bovenste plaats, hè? Ja, kijk, dus waren natuurlijk ook allemaal van die theorieën. Hè, van misschien is het wel handiger richting periode dat je de wedstrijd laat gaan. Maar ja, goed, dat doe je gewoon niet. En zeker niet als je zelf op 3 punten kan komen. Dus volgens mij is het kampioenschap ligt weer helemaal open. En hoe groot schatten jullie eigen kansen in als je deze wedstrijd nou weer ziet? En met name Volendam, Geenemuiden, Urk. Hoe hoog schatten jullie eigen kansen in? Nou ja, iets minder dan die 3 die boven ons staan. Want die hebben gewoon iets meer punten. Dus we zijn afhankelijk van wat de rest doet. Maar ja goed, we moeten nu gewoon zorgen dat de laatste wedstrijden winnend afsluiten. En dan zijn we nog steeds afhankelijk van wat de rest doet. En er is maar één remedie. Je moet winnen. De laatste potten. Dat is vandaag in ieder geval gelukt. Gefeliciteerd en dankjewel. Dankjewel. Gert-Jan. Ja, dit hoort ook bij voetballen. Weet jij nog wat verliezen is? Ja, want vorige week was 2-2, maar dat was ook gewoon een nederlaag. Dus dat weten we heel goed. En vandaag was gewoon een zeer verdiende nederlaag. We hebben een kwartier goed gevoetbald. En na de eerste kans van Eemdijk, het leek wel of we schrokken. We hebben het gewoon niet goed gedaan. En met name de rechterkant, die lag open, die hebben we gewoon onvoldoende benut. We hadden de linkerkant helemaal dichtgezet. Ik denk vanwege Lucas, Tol. Nou prima, dan moet je gewoon ieder eentje aan het werk zetten. Die heeft een schitterende trap, die heeft loopvermogen. Daar hadden we Lucas Graal staan, snel in de 1 tegen 1. Daar hadden we Hessel lopen. Ja, dat hebben we de eerste helft gewoon verzuimd. En daarbij hebben we ook heel veel aanvallen van de tegenpartijen. Dat doen we wel vaker tegen ploegen met snelle spitsen. Dan gaan we in de opbouw heel veel risico nemen en de moeilijkste oplossing zoeken. En als je dan balverlies hebt, ja, dan moet je terugrennen. Ja, dat deden we de eerste helft zeker ook onvoldoende. Na de rust hebben we heel fanatiek gewisseld met 4 nieuwe aanvallers eigenlijk. Gewoon hadden we al afgesproken, maar dat zouden we eigenlijk na een uur doen. Mag ik even terug naar die eerste helft? Ik vond dat jullie heel veel de lange bal gebruikten en ja, dat kan. Maar die afvallende bal, die was in heel veel gevallen in die eerste helft, met name voor Eemdijk. Ja, dat zeg ik toch net, dat hij de lange bal speelde in plaats van de rechterkant inspelen. Maar ja, als jij alleen maar die kant op kijkt en hem dan een peer geeft en dan rechtscentraal staat een nummer 13 van 26 meter 33 en die kopt hem dan 400 keer weg, ja, dan kom je er niet, hè? En dan in die eerste helft houdt met name Richard Strijker jullie toch wel in de wedstrijd, want er zijn toch wel wat kansen en mogelijkheden geweest voor Eemdijk. Dan in de tweede helft. Complimenten voor de hele dappere en moedige wissels. 4 wissels in de rust. Ja, je ziet het weinig. Heel dapper. En in die tweede helft heel veel strijd. En met name die lange bal. En toen die afvallende bal was wel voor jullie. Ja, maar dat is een beetje opportunisme. Kijk, we hadden op trainen al gezegd. Jongens, we hebben, en dat is ook het compliment aan de groep. We hebben tegenwoordig 16 tot 18 en misschien wel 20 hele goeie. We hadden donderdag al gezegd, we gaan met dit beginnen en dan gaan we naar een uur wisselen. Alleen, ja, voor de rust, het liep voor geen meter. Nou, dan besloten we eigenlijk, dan doe ik het in de rust. En, een groot winstpunt vond ik vandaag de invalbeurt van Klaas Kramer. Die heeft geen makkelijk seizoen, maar die viel echt voortreffelijk in. We hebben 1 of 2 kansen gehad op de 1-0. Dat je zegt, nou, dan moet je iets geluk hebben, dan maak je misschien een gelijkmaker. Maar als ik heel eerlijk ben, het is jammer, die 2-0 is gewoon een zuiver hensbal, die breekt de wedstrijd. Maar als ik heel eerlijk ben en je kijkt gewoon naar het voetbal, dan zijn we vandaag gewoon op waarde geklopt. Hun hebben achterin gewoon eigenlijk niks weggegeven. Voorin hebben ze verzuimd om veel meer goals te maken. Dit heeft ook niks te maken met druk of stress. We waren gewoon vandaag niet goed genoeg. En wij staan nog steeds op 1. Ik keek net niet naar de stand, maar wel naar de periode. Want ik wil hier ook nog wel een keer herhalen. Iedereen die heeft het maar over het kampioenschap. Ik heb als doelstelling ooit geroepen plek 7. Toen hebben we gezegd, periode, titel zou heel mooi zijn. Daar staan we nog steeds bovenaan. Dus ik vind de nederlagen van Berkum en Sneek het beste nieuws van de dag. En
als Eemdijk of Urk nou gewoon zorgt dat ze die derde periode winnen, dan is één van die twee vast wel kampioen. Maar dan spelen in ieder geval beide clubs na competitie. Dan heb je dan allebei in ieder geval een prijs. En wij als Urk moeten eerst maar zorgen dat we PD spelen. En we kunnen nu wel stellen dat als we dan de laatste wedstrijd tegen Genemuiden nog wat kunnen halen, wat mooier is, zien we dat dan wel. Maar laten we eerst maar eens gewoon tegen Sneek en Berkum zorgen dat we de punten pakken. En daar hebben we al heel veel moeite mee als ik op vandaag afga. Volgende week is er in de hele hoofdklasse B geen competitie. Ja, voor mij onbegrijpelijk, maar het is een gegeven. Wat betekent nou zaterdag aanstaande? Ga je nog wat doen? Of, Ik ga zeker wat doen. Ik ga naar Scheveningen. Op het strand liggen, hij heeft weer gezien. Dus wat dat betreft, niet voetballen. Dan de eerstvolgende wedstrijd is op dinsdagavond 24 mei uit mijn hoofd tegen ONS Sneek. Daarbij in ieder geval heel veel succes. Want dat kan wel degelijk nog de basis zijn voor iets heel moois om dit seizoen af te sluiten. Dankjewel Gert-Jan.